Welkom bij deze video over hoofdstuk 7 van het thema politiek. We gaan het vandaag hebben over de provincie en over de gemeente. En specifiek vragen we ons af, in hoeverre werkt die trias politica ook bij de lagere overheden, dus bij de lagere bestuursniveaus. Oké. Je moet hierbij twee dingen kunnen. Je moet weten hoe het werkt en je moet ook die mensen kunnen aanwijzen hoe ze eigenlijk heten. Nou, ik leg het je kort uit en daarna kun je aan de stof bezig. In principe is het zo dat de scheiding der machten, om het even te herhalen, als volgt werkt. We hebben drie machten. We hebben een wetgevende, uitvoerende en een rechterlijke macht. Elk van deze heeft zijn eigen taken en deel van de macht. We voorkomen hiermee een dictatuur. Een wetgevende macht zijn veel mensen die stemmen. Een uitvoerende macht zijn een aantal bestuurders, weinig mensen, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoer. En de rechterlijke macht heeft rechters die beoordelen of de wet juist wordt toegepast door beiden. Dus of de wet wel eerlijk en goed is voor burgers. We kunnen dit systeempje eigenlijk doorwerken naar alle politieke niveaus. Je kunt in Europa, je kunt in Nederland als land, in een provincie zoals Noord-Holland of in een gemeente zoals Alkmaar, deze scheiding der machten altijd onderscheiden. Daar moeten we het eigenlijk vandaag over hebben, hoe dat werkt. Dit zijn onderwerpen die worden geregeld niet door de landelijke overheid, maar door provincie en door gemeentes. En daarom zijn die eigenlijk ook best wel belangrijk. Want wat we zien, zijn vaak toch dingen die door andere overheden worden geregeld dan door onze landelijke overheid. Maar we zijn vaak wel de landelijke overheid ervoor dankbaar, maar de rest niet. Is toch raar? Moeten we toch even naar kijken. Even herhalen, hoe zat het ook weer met die machten? We hadden een uitvoerende macht en een wetgevende macht. We noemden de uitvoerende macht bestuurder en de wetgevende macht volksvertegenwoordiger. We zeiden dat ze twee dingen naar elkaar mochten. En de uitvoerende macht mag de wetten voorstellen en mag verantwoording afleggen. De wetgevende macht wetgeven en controleren. De uitvoerende macht is eindverantwoordelijk en noemen we ook wel dagelijks bestuur. En wordt aangesteld door middel van kabinetsformatie. Dus dat proces waarin na verkiezingen partijen gingen overleggen om te kijken wie samen konden werken om een meerderheid te vormen. Als ze konden samenwerken, schreven ze dat in een regeerakkoord en wezen zij samen aan wie de ministers gingen worden. Zij hebben een wetgevende en een controlerende taak. Je kunt lezen wat het is. En zij worden verkozen door landelijke verkiezingen. Dat betekent dat als we dit schema zo neerzetten, dan kunnen we gewoon die andere twee eronder zetten. De provincie heeft ook een uitvoerende macht, heeft ook een wetgevende macht. En ook de uitvoerende macht bij de gemeente bestaat en er is ook een volksvertegenwoordiging. Eigenlijk komt het er een beetje op neer dat de structuur van de scheiding der machten in elk politiek niveau in Nederland eigenlijk wel terugkomt. Er is altijd een uitvoerende macht en er is altijd een volksvertegenwoordiging. Het enige wat we doen is, we noemen het niet de Tweede Kamer in de gemeente, omdat het anders vet verwarrend wordt. Dus die mensen krijgen een ander naampje. Een klein ezelsbruggetje om ze uit elkaar te houden. De wetgevende macht, stel dat je in de auto zit, is degene die met de kaart bepaalt waar je heen rijdt. De uitvoerende macht zorgt ervoor dat je van A naar B komt. Maar de manier, welke rijstrook of hoe hard het allemaal precies gaat, dat is voor de discretie van de uitvoerende macht. Daar kan de kaartlezer weinig van zeggen. En de ambtenaren die eronder werken zijn eigenlijk een soort van auto. Die zorgen ervoor dat er daadwerkelijk ook iets gebeurt als de minister op het gaspedaal trapt. Nou. Als we gaan kijken naar de provincie, dan kunnen we kijken in hoeverre hebben we, hoe zit dat dan precies? Waar houden ze zich mee bezig? Nou, ik heb hier drie onderwerpen neergezet. Je hebt ruimtelijke ordening, bepalen waar een stuk gebied voor wordt gebruikt. Je kunt denken aan infrastructuur en je kunt denken aan cultuur en welzijn, zodat niet iedere gemeente zijn eigen grote ziekenhuis gaat bouwen, dat daar wel een beetje overzicht in blijft. We hebben, om te kijken naar de scheiding der machten, een uitvoerende macht daar zitten. We noemen die daar niet regering, maar, omdat ik eerder zei, dat is verwarrend, we noemen deze gedeputeerde staten. Dat is een hele moeilijke term en ik zal hem in de les nog uitleggen. Iemand die in de regering werkt, noemen we een minister op het landelijk niveau. In de gedeputeerde staten noemen we zo iemand een gedeputeerde. Wat we echter ook onderscheiden is een leider van die uitvoerende macht, een soort van minister-president eigenlijk. En dat is hier niet Mark Rutte, die is het voor het land. Dat is hier de commissaris van de koning. En we hebben ook een wetgevende macht. De wetgevende macht hier noemen we de provinciale staten. En
waar iemand in de Tweede Kamer een Tweede Kamerlid heet, is dat hier een Provinciale Statenlid. Rechts op de foto zie je de Provinciale Staten voor de provincie Noord-Holland in Haarlem. Oké, kunnen we naar de gemeente. De gemeente doet best wel veel dingen die bij burgers direct uitkomen. Zij voeren heel veel landelijke wetten uit, zoals zorg en uitkeringen. Daar moet je bij je gemeente bij terecht. Ze innen veel lokale belastingen, ze bouwen woningen. Ze onderhouden de wegen waar je het meest gebruik van maakt. Ze regelen welzijn en sport. Ze zijn verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid in de gemeente. Ze mogen hun eigen regels en verordeningen maken. Dus wat mag aan wetten en wat niet mag. Dus ze mogen dingen strafbaar stellen. En ze regelen ook paspoorten en identiteitskaarten voor mensen. Dat is best wel veel. Gemeentes zijn daarom best wel bekend bij mensen. Dat staat ook het meest dichtbij de burger. De uitvoerende macht hier is niet de regering, net als eerder, maar dat is het college van burgemeester en wethouders. Oftewel het college van BNW. De minister hier, de eindverantwoordelijke, noemen we een wethouder en de leidinggevende een burgemeester. De wetgevende macht, dus waar wordt gestemd, noemen we hier niet Tweede Kamer, maar gemeenteraad. En iemand die daar dus werkt is een gemeenteraadslid. Je ziet ook hier de plaatjes. Kleine kanttekening. Dat is de burgemeester. De burgemeester is namelijk in verhouding erg machtig. Waar Mark Rutte niet zomaar in de wetgevende macht iets mag regelen, mag de burgemeester dat wel. De burgemeester mag namelijk daar ook zitten en is daar voorzitter. Ze mag niet meestemmen, maar ze mag wel de agenda bepalen. En dat is best wel veel macht. Ze mag ook, als de gemeenteraad er met een 50% stemming uitkomt, dus 50% is voor, 50% is tegen, gelijk spel, dan mag de burgemeester toch beslissen. En de burgemeester is verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. En dat betekent dat in noodsituaties de burgemeester zelfstandig politie en brandweer mag inzetten en mag bijvoorbeeld dingen verbieden of een noodverordening afgeven, waarbij dus de burgemeester dingen mag zonder dat de gemeenteraad daar toestemming voor heeft gegeven. Dat heeft ermee te maken dat een burgemeester 24/7 werkt en de gemeenteraad maar één keer in de 4 weken vaak bij elkaar komt. En dan ben je voor heel veel dingen gewoon te laat. De burgemeester heeft daarom relatief veel macht. Goed, we kunnen het even het overzichtje maken. Stel dat we de scheiding der machten er weer bij pakken. Dan zie je hier de scheiding der machten voor de provincie. En je ziet dat het bovenin de Provinciale Staten weer zijn. We noemen dat hier de Provinciale Staten. Onderin bij de uitvoerende macht noemen we deze gezamenlijk de gedeputeerde staten. En dit is de commissaris van de koning. En je ziet hier onze gedeputeerde. En hier staat gewoon de rechter. De rechter blijft altijd hetzelfde. Daar ga ik je pas bij de boek Criminaliteit iets over vertellen. En als we dan verder gaan kijken, dan zien we in de gemeente dat ook hier er een wetgevende macht is. Een gemeenteraad met een gemeenteraadslid. Een uitvoerende macht, waarbij het college van BNW bestaat uit burgemeester en wethouders, burgemeester en de wethouders in Alkmaar. En we zien ook hier de rechter weer terug. Kortom, de scheiding blijft precies hetzelfde. En ook de eerdere machten, wat er allemaal naar elkaar wat er mag, blijft gelijk. Dat maakt de politiek in Nederland zo voorspelbaar. Oké. Nou, wat je dan nu gaat doen, is je gaat in ieder geval nog met je werkblad aan de slag. En ga ook op de Google Classroom kijken wat je allemaal precies hierbij moet maken. Voor nu veel succes en tot de volgende video.